Vandaag in Uitgelicht Extra hebben we het over een gezinsfilm, een nieuw kaartspel, over een gigantische menorah en over muziek van Lef. Je kijkt naar Uitgelicht Extra. Goedenavond, deze week hebben we weer vier gasten aan tafel en bespreken we het christelijke nieuws en allerlei prachtige initiatieven, boeken, cd's, concerten, films, nou noem maar op. Hartelijk welkom aan mijn gasten, Arjen Honoreur Consul van, van Noord-Nederland, moet ik zeggen. Ja. Henk Nenny van Gemeren van Nima en dan Lisbeth Koedoot en Henk Solly van de band Lef. Hartelijk welkom. Hessel, ja. Hessel heet ik eigenlijk. Hessel, hoe zei ik het? Henk. Henk. Wat ook een mooie naam is. Ja, ik weet het ook niet. Dat is, ja, dat is, ik haal het even door de war. Hessel, hartelijk fijn, ook fijn dat jij er bent. Ja, nee, dat, goed, we gaan eerst maar even beginnen met wat, wat nieuwsberichten. Om te beginnen werd deze week bekend dat uit onderzoek van Eén Vandaag blijkt dat heel veel Joden hun achtergrond niet durven te uiten. Volgens het onderzoek onder 557 Joden in Nederland voelt 47% van de deelnemers zich niet vrij om in Nederland openlijk Joods te zijn. Een derde is wel eens uitgescholden. Het woord Jood is een scheldwoord op zich geworden, aldus een deelnemer. En 1 op de 10 heeft met geweld te maken gehad. Ja, Arjen, hele heel grote cijfers, heftig nieuws. Is er aan dit probleem nog wel eens wat te doen eigenlijk? Want antisemitisme is... Ja, deze cijfers zijn natuurlijk zeer ernstig en zeer verontrustend, vind ik dat ook. Ja. Alleen als ik kijk naar de historie van deze wereld en ik heb een beetje de geschiedenis, dan weet je dat antisemitisme is van alle tijden. Ja. Het is er altijd geweest en dat schijnt iets onuitroeibaars te zijn dat dat maar doorgaat en maar doorgaat. Ondanks dat we de Tweede Wereldoorlog hebben gehad, ondanks alles wat er gebeurt in deze wereld, gaat dat maar door. Ja, wat moet je daaraan doen? Ik weet dat ook eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat we kunnen een aantal dingen doen, met name onze politieke leiders moeten heldhaftig en moedig stand nemen tegenover dit soort geweld wat er toch gebeurt. Dat Joodse mensen niet meer vrij zijn te wonen en te leven en te gaan en staan waar ze willen. Althans met hun uiterlijke kentekenen. Ik denk dat ook de media een hele belangrijke rol gaat spelen in dit hele verhaal door toch daarop te reageren. Gewoon duidelijk en ook standpunt te nemen. Heel duidelijk. We moeten het niet accepteren. Helder verhaal. Ja. Goed, dan de evangelische gemeente Mozaïek 0318 in Veenendaal gaat een zusterkerk planten in Nijkerk. In eerste instantie was het de bedoeling om in Bunschoten-Spakenburg een kerk te planten, maar dat was niet mogelijk om daar een geschikte locatie te vinden, schrijven het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad. Lisbeth, ooit het idee gehad om met jullie band een kerk ook te beginnen? Of, Nee, dat idee hebben we eigenlijk... we delen veel met elkaar, maar een kerk... de helft van de band zit wel bij elkaar in de kerk. Ja. En we komen uit dezelfde kerk, maar om er zelf een eigen kerk te beginnen... Niet als Kees en allemaal afdelingen. Nee, dat wordt hem echt niet. Nou, dat zou leuk geweest. Nee. Goed, helder. Dan een Amerikaanse zendeling, John Chow, ging naar het Indiaanse eiland North Sentinel aan de rand van de Andamese Zee voor Myanmar om het goede nieuws van Jezus te verspreiden. Zijn reis was gevaarlijk, bleek uit zijn eerste bezoek. Toen hij later terugging, werd Chow gedood. Uit een brief aan zijn ouders wordt duidelijk dat de zendingswerker besefte dat hij echt iets gevaarlijks deed. Hessel, zou jij zo'n gevaarlijke actie ondernemen om het evangelie te verspreiden? Ik weet niet of ik het hetzelfde aan zou pakken als hij dat heeft gedaan. Hè? Alle respect voor zijn intenties natuurlijk. Ja. Volgens mij is het in dat soort gebieden niet eens wettelijk geoorloofd om op die manier te evangeliseren. Mag je niet bij die stam terechtkomen inderdaad. Ja, ik denk eigenlijk dat het dan ook niet het beste idee is. Niet alleen puur voor je eigen gezondheid of leven. Maar ook omdat het misschien niet de manier zou zijn om ons te bereiken. Ik weet het ook niet. Ja. Dat is een hele lastige, het is een hele lastige discussie. Mm-hmm. Ja, nee, maar goed. Helder. Dan het laatste nieuwsbericht. De kerst komt er weer aan en dat kan best wel stressvol zijn voor predikanten. Waar moet je nu weer over preken? En is het niet tijd voor nieuwe kerstliederen? Het blad Woord en Weg van de Protestantse Kerk interviewde 4 predikanten. Dominee Paul Visser zei er het volgende over. Jezus nam met zijn komst naar de aarde de gestalte van een slaaf aan. En dit is eigenlijk ook een beetje een slavenwerk. Dat past dus wel bij een dominee in de kerstperiode. Henk, heeft jouw dominee dit ook zo druk in de kerstperiode? Ja, ik weet het wel zeker. Ik zit in een vrij grote gemeente en het is eigenlijk gewoon een manager.
En niet in de zin dat hij echt alles alleen moet doen en alles alleen moet oplossen. Een heel mooi team om hem heen, maar fulltime. Ja, we hoorden nu mijn voorganger hoorde ik over, want het is natuurlijk en 23 december is zondag en dan maandag 24 kerstnacht en dan eerste kerst, tweede precies, kerst. Die kunnen dan nog dus gewoon vier diensten achter elkaar knallen. Ja, vaak wel, vaak wel. Ja. Ja, nou goed, hartstikke druk. Dit was dan het nieuws voor nu. Straks gaan we in gesprek met Henk over leuke cadeaus voor de feestdagen. En we gaan luisteren ook nog naar muziek van Hessel en Lisbeth van Lef. Maar eerst gaan we het hebben over een gigantische menorah die aankomende maandag wordt aangestoken. Arjen, nogmaals, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, het is een menorah volgens mij 12 meter hoog is het, hè? Correct, 12 meter 20, zoiets. 12 meter 20, om heel precies te zijn, 12 meter 20. Ja, want hij heeft al afgelopen jaren in verschillende plekken in Nederland gestaan. Nu gaat hij naar Leeuwarden, hè? Waarom Leeuwarden? Dit is de zesde keer dat die opgezet wordt. Elk jaar met Genoekafeest wordt die geplaatst in een stad in Nederland. We hebben er nu vijf gehad. Dit is stad nummer zes. Waarom Leeuwarden? Kijk, Leeuwarden is dit jaar culturele hoofdstad van Europa. Dus er zijn in de stad Leeuwarden en in de hele provincie Friesland het hele jaar door activiteiten geweest. Die activiteiten zijn nu gestopt, deze week. Maar het slotstuk moet nog komen. Dat is de menorah die wij straks in Leeuwarden, Hartjecentrum, gaan opzetten. Om met de Joodse inwoners van Noord-Nederland ook een beetje samen met Christen voor Israël het Genoekafeest te vieren. Ja, want het Genoekafeest, wat houdt dat precies in? Ja, het Genoekafeest is een Joods feest. Het is vrij onbekend. We zijn natuurlijk, al de Joodse feesten kennen we wel een beetje. Maar het Genoekafeest is al een heel oud feest. Het is al voordat de Heer Jezus geboren werd, werd het al gevierd. En dat heeft zijn oorsprong in de tijd toen Jeruzalem bezet werd door de Grieken. Dan praat je over 150 jaar voor Christus. Werd het tempel helemaal ontheiligd en verontreinigd. En het was in de tempel een beestenboel en er werden varkens gehouden. Dus het was voor de Joden vreselijk. Toen hebben een aantal vrijheidsstrijders onder leiding van Judas de Maccabeer hebben Jeruzalem heroverd op die Grieken. Die hebben de tempel in bezit genomen. Die zijn daar, denk ik, weken aan het reinigen geweest. Alles netjes gemaakt. Uiteindelijk hebben ze de menorah weer de plek gegeven, de kandelaar dus, waar die moest staan. En die moest aangestoken worden. Maar die kan alleen maar branden op een kosjere olie. Ja. En die olie zit in een kruikje, dat vonden ze nog. En dat kruikje werd gebruikt. Maar dat kruikje was maar goed genoeg voor één dag. Dan moest er nieuwe olie komen. Maar dat kost 8 dagen om dat te maken. En was nu het wonder van Chanukka. Die menorah kandelaar bleef 8 dagen branden op dat ene kruikje olie. Ja. En dat is een groot wonder. Ja, wow. En dat vonden de Joden ook een groot wonder. Vandaar ze dat wonder van de tempelvernieuwing elk jaar vieren. En dat wordt nu nog steeds gevierd. Ja, wauw. Het feest van het licht wordt het ook wel genoemd, hè? Het is... Ja, maar het leuke van, als je, het komt in het Oude Testament niet voor, maar als je het Nieuwe Testament staat er verborgen in Johannes 10, een klein stukje, dat Jezus ging naar de tempel om het feest van de tempelvernieuwing te vieren. Ja. En er staat er 3 woorden en het was winter. Dat vind ik zo grappig in het Nieuwe Testament. En het was winter. Dus het was deze tijd van het jaar. Ja. En dat is ook het feest van het licht. En we gaan de donkere dagen tegemoet. Ja, wat is het mooier dan licht te brengen in de duisternis van deze wereld. Ja, geweldig. Nu wordt die daar dus neergezet in Leeuwarden op een groot centraal plein. Het Wilhelminaplein. Wilhelminaplein, dus het Hartjecentrum. Ja, daar wordt die dan neergezet. Ik neem aan dat ze nu dan al aan het bouwen zijn als die maandag... Nee, hij is geprefabriceerd. We beginnen maandagochtend vroeg om 8 uur te bouwen. Oh, dat kan gewoon in een dagje... En dan wordt hij dus in segmenten en dan wordt er een trailer neergezet en wordt hij opgemonteerd. En dan smiddags om 1 uur of 1, 2 dan moet hij klaar zijn. Ja. En hoe lang blijft hij daar dan? We gebruiken op maandagavond voor het feest en dan blijft hij staan tot en met donderdagochtend. Dus tot woensdagavond, laatste avond en dan wordt die donderdag afgebroken omdat dat plein wordt weer gebruikt voor andere activiteiten. Ja, en is dat dan niet, ik kan me voorstellen dat niet iedereen het mee eens is dat je een hele grote Davidster, een hele grote menorah midden op een plein in Leeuwarden, dat niet iedereen er heel blij mee zal zijn? Is het niet gevaarlijk ook, beveiliging of weet je wat? Ik hoop gewoon dat het gewoon voor de hele stad toch een mooi feest wordt. We leven in een multiculturele stad, net als de meeste steden in Nederland. Er is binnen Leeuwarden volgens mij heel veel verdraagzaamheid onder elkaar. Ik verwacht gewoon dat we gewoon een heel mooi feest krijgen. En ook dat het de dagen daarna ook gewoon rustig blijft en goed blijft. Ja. Natuurlijk is er bewaking, maar we gaan ervan uit dat het rustig blijft. Ja. Ik ga er wel vanuit tenminste. Ja, vorige keer begreep ik dat het ook wel op een locatie afgezet moest worden met betonblokken en zo. Maar dat is nu niet het geval. Niet dat We doen daar aan de veiligheid natuurlijk wel met de nodige dranghekken en al die zichtbare veiligheidsmaatregelen zijn er wel. Ja.
Maar het bijzondere dan is namelijk dat de commissaris van de Koning, meneer Brok, dit ook een warm hart toedraagt. Die komt persoonlijk de genoekenkaars aansteken. Dat vind ik ook bijzonder. Samen met de opperrabijn Jacobs, volgens mij. Wat zeg je? Samen met de opperrabijn Jacobs was het toch? Opperrabijn Jacobs komt erbij natuurlijk. En dan wordt het en de burgemeester van de stad en de burgemeester en de opperrabijn. Dat moet volgens mij een geweldige avond worden. Ja. Heeft een van jullie wel eens het Chanukka-feest gevierd? Nee. Nooit. Wel bekend bij, maar niet gevierd. Een idee of om het te gaan vieren? Ja. Voor mij is het wel een mooi feest, toch? Want het is een aantal dagen, toch? Wat zeg je? Het is toch een aantal dagen, het feest? Het duurt totaal 8 dagen. Hè? Ja. Het heeft 8 dagen gebrand. Maar wij vieren dat maar gewoon op de 3e dag. Ja. Of de 2e dag. Wij steken 2 kaarsen dan. Maar er staan dus 9 kaarsen. 1, de voorste kaars, de shaman, noemen ze dat. Op de shamaska, dat is de eerste. Die brengt het licht naar die andere toe. En elke dag wordt er 1 lichtje aangestoken. 8 dagen lang. En als je nu... bij Joodse mensen doen dat vaak voor het raam. Dus elke avond steken de kinderen weer een kaarsje aan. Net zolang tot ze alle 8 branden. Samen ook met het gezin. Van toen. Ja. Samen met het gezin ook, hè? Dat is heel belangrijk. Ja, het is echt een gezinsfeest. Er worden ook spelletjes bij gedaan. En er worden speciale soepen. Een soort donuts of zo zijn het volgens mij. Hè? Ja, een soort donuts worden gegeten. Ja. Dus ja, heel leuk. Ja, het is heel lekker. Ja. Ja, nu ook donuts en nu opeens vinden jullie het wel vier. Goed. Ja. Aankomende maandag wordt hij dus aangestoken. Ja. Daar kan je ook bij zijn. Is er een ceremonie, een feest, een dienst? Ja, ja, we hebben echt een hele mooie band erbij. Die Goyim, dat is echt een hele belangrijke klezmermuziekband. Die komt daar op dat podium spelen voor ons. We beginnen s'avonds om 7 uur. Ja. Het plein is vrij toegankelijk en iedereen is van harte welkom. Ja. En we hopen dat... om mij heel Friesland gaat komen dat het hele plein vol staat met mensen om samen met ons ook we begonnen vanmiddag over dat antisemitisme om als een tegengeluid te laten horen van dat nog ook de mensen zijn die het met hun eens zijn en die hun willen ondersteunen, want dat is eigenlijk de achterliggende gedachte waarom wij dat vanuit Christenen voor Israël doen, een teken van solidariteit en hoop voor de Joodse mensen. Helder, heel erg bedankt voor deze uitleg en heel veel plezier aankomende maandag. Ja. De menorah wordt dus maandag om 7 uur aangestoken in Leeuwarden. Meer informatie kunt u vinden op de website van Christenen voor Israël, christenenvoorisrael.nl. Straks spreken we met Lisbeth en Hessel over het nieuwe album van Lef. En ze gaan ook nog voor ons zingen. Maar eerst gaan we met Henk hebben. Jij bent van Nima, distribueert allerlei films, spelletjes, boeken, van alles doen jullie eigenlijk allerlei leuke kerstcadeaus, hè? Of niet? Het zijn dan leuke kerstcadeaus, maar ook met een mooie inhoud. Ja, je hebt 2 dingen meegenomen. Precies. Wat heb je voor ons meegenomen? Nou, allereerst heb ik deze meegenomen. Dit is eigenlijk de grootste christelijke film die vorig jaar is uitgekomen. Waar kunnen we dat dan afmeten? Kijk, wij houden op zich die filmwereld vrij goed in de gaten. En je kan vrij goed zien aan wat doet een film in de bioscoop, met name in Amerika. Is dit een grote of een kleine film? Nou, deze komt gewoon uit Hollywood Studios. Ja. Het is het kerstverhaal, maar voor kinderen. Dus wat ze hebben gedaan is, het is en geanimeerd en uiteraard de Nederlandse versie in het Nederlands gesproken. Ja. En wat zij verder doen is de combinatie zoeken met dieren. En dat is gewoon een formule die voor kinderen altijd werkt. Hilarisch, ja. Precies. Precies. Dus we zijn ontzettend blij dat die überhaupt verkrijgbaar is in Nederland. Wij dragen ons steentje daarin bij. Maar je moet ook wel beseffen dat er is eigenlijk heel weinig kindermateriaal wat Nederlands gesproken, bijbelgerelateerd, verkrijgbaar is. Ja. Dus dan zijn we wel extra blij dat er van dit niveau, want de film heeft 20 miljoen gekost om te maken. Nou, dat staat garant voor een serieuze kwaliteit. Ja. We gaan even dat kijken naar een stukje. Ja, precies. Dat is dan wel... Engels, nu nog even Engelstalig met ondertiteling. Dat klopt. De Nederlandse uitgever heeft helaas... geen trailer nog gemaakt. Nou, wel een trailer gemaakt, maar alleen ondertiteld. Ja, maar helaas niet Nederlands gesproken. Hij komt dus Nederlands gesproken. Absoluut. Maar we gaan nu even naar de Engelse trailer kijken. Centuries. One story has been passed down through generations. Experience the first Christmas from an entirely new perspective. I expected a left turn 2 deserts ago. These wise guys are lost. That's it. I'm fighting through the rains. From the studio that brought you Hotel Transylvania. King Herod is up to something. Mary, you're in danger. You need to listen to what I'm about to say extremely carefully.
Do you want a belly rub? The star. You jump out and create a distraction. Hey, give me those! There is something seriously wrong with those animals. We allemaal gewoon een vrolijke glimlach op het gezicht. Ja, precies. Dat is volgens mij de hele film gaat gewoon zo door. Dat gaat de hele film zo door. Ja, nou ja, goed, het kerstverhaal, daar hoeven we weinig aan toe te voegen. Dat moeten we ook vooral niet doen. Maar dat kennen we allemaal. Maar nu kijk je het echt mee vanuit die dieren. En met name vanuit de ezel, Bo. Die heeft toch wel een beetje de hoofdrol in de film. En eigenlijk, hij is een ezel die... hij werkte eigenlijk voor een molenaar. Wilde daar vanaf, wilde eigenlijk op reis met een karavaan mee. Uiteindelijk belandt hij dus bij Jozef en Maria en reist hij mee naar Bethlehem. Ja. Maar wat hij niet weet, is dat hij een best wel belangrijk vrachtje vervoert. Ja. Namelijk uiteindelijk babytje Jezus. Geweldig. Ja. Hoe duur is die? Hij ligt voor €9,99 in de winkel. Geweldig. Ja. Heb je nog een prachtig ding precies. Mee nodig? Een spel? Een spel. Totaal wat anders. Precies, wij geven ook spellen uit. Eigenlijk om twee redenen. Wij zien en dat er ontzettend veel spellen vandaag de dag verkrijgbaar zijn. Je ziet echt een soort tegentrend. Mensen zijn dat individueel consumeren op smartphone, op tablet redelijk zat. En willen ook gewoon aan tafel zitten, een spelletje doen, een goed gesprek of gewoon lol hebben. En wat ons eigenlijk opviel, eigenlijk wereldwijd, is dat er eigenlijk weinig christelijke spellenmakers, laat staan uitgevers zijn. Ja. En prikkelt mij dan sowieso altijd even wat extra, dat ik denk van nou, daar moeten we toch veranderingen brengen. Dus we zijn begonnen met spellen te ontwikkelen. Dit spel is op zich gebaseerd op bekende Fischer-posters. Fischer-posters. Ik denk dat veel mensen wel kennen. Het bestaat al, geloof ik, ruim 40 jaar inmiddels. Waar natuurlijk hele scherpe one-liners worden geplaatst over de Bijbel, over Jezus, over geloofszaken. Vaak ook met een kwinkslag. Als Jezus terugkomt, ben ik weg. Precies. Ja, bijvoorbeeld, ja. Precies. Dus wat wij hebben gedaan, deze behoort tot de wat meer serieuze spellen die we ontwikkelen. Waarbij we echt stimuleren van, nou ja, ga verder in gesprek met elkaar. We hebben 8 spelvormen erbij bedacht. Met de dobbelsteen gooien, je kiest een spelvorm en je gaat het... Is wel een aparte dobbelsteen. Maar eens, ja, achtzijdig. Nou ja, goed, de meeste mensen kennen de zeszijdige dobbelsteen. Maar goed, wij dachten 8 spelvariant is ook leuk. Dus ik gooi die dobbelsteen, dan is het een 8. Precies. Dan moeten we op het papiertje kijken. Je mag zelf bepalen welke opdracht ik kies. En dan heb ik dus een kaart. Ja. Als Jezus dood is opgestaan, is Pasen geen eitje. En dan mag ik gaan bepalen of dit bijvoorbeeld eens of ik hier eens of oneens mee ben. Precies. Of, en dat is ook leuk, vond ik ook leuk, maak de zin af. Als Jezus dood, als Jezus uit de dood is opgestaan, en dan moeten jullie de rest van de slogan bedenken. Okay. Iemand? Ja, precies. Ja, dan valt hij natuurlijk snel stil. Ja, nee, dan... Maar dan dit... wachten we even. Nee, het doel van dit soort spellen is vooral... Eigenlijk moet je op basis van 1 kaart... moet je in wezen al een onwijs goede avond met elkaar kunnen hebben. Het lijkt een beetje op kaarten op tafel. Of is dat een beetje gevaarlijke uitspraak? Nee, dat is helemaal niet erg. Nee, ik heb vroeger bij de Evangelische Omroep gewerkt. Ja. En daar ben ik onder andere ook met een van de ontwikkelaars geweest van kaart op tafel. Dus het is helemaal niet gek dat je die associatie... maar dat is niet meer vergelijkbaar volgens mij, hè? Nou, het is redelijk vergelijkbaar. Op zich zijn dit soort spelvarianten zeg maar, met kaart in gesprek komen. Je hebt ze ook voor huwelijken, voor kinderen, voor van alles en nog wat. Ja, heel leuk cadeau voor de feestdagen. Henk, bedankt voor dit gesprek. En wilt u dus een van deze cadeaus kopen, ga dan naar de Christelijke Boekwinkel om hen ook een hart onder de riem te steken. En dan hebben we nog wat nieuws. Voor de 3e keer organiseert het platform Zorg voor het Leven de Week voor het Leven. Met de campagne Open je ogen voor het ongeboren leven en de bijbehorende radioboodschap wil het platform op indringende wijze de abortusgrens van 24 weken ter discussie stellen. Met 24 weken kan een baby namelijk al horen, duimen, voelen en bewegen. Hoe wonderlijk is het leven dan al? En toch is het volgens de Nederlandse Rijksoverheid abortus tot 24 weken toegestaan en daar willen ze dus verandering in brengen.
En een ander nieuwsbericht. Een onafhankelijk adviesgroep gaat het aftreden van voorganger Bill Hybels onderzoeken, meldt het Nederlands Dagblad. Dit heeft de Amerikaanse megakerk Willow Creek besloten nadat Hybels vanwege seksueel wangedrag terugtrad. Hybels stapte op als voorganger na beschuldiging van ongewenst gedrag tegenover meerdere vrouwen. Het zou gaan om lange omhelzingen, ongewenste kusjes en dubbelzinnige woorden. Dan het laatste nieuwsbericht. Archeologen hebben in Jeruzalem een zeldzaam steentje ontdekt. Uit de periode van de eerste tempel die door koning Salomo werd gebouwd. Dat laat Kerknet weten. Op het steentje staat in het oud-Hebreeuws het woord bekka. Een term die verwijst naar een weegeenheid. In de eerste tempelperiode werd er namelijk nog niet betaald met munten. Maar met kleine stukjes zilver. En die werden dan met dit steentje afgewogen. Dit was dan het nieuws voor vandaag. En dan gaan we nu in gesprek met Hessel en Lisbeth. Jullie hebben een prachtige cd gemaakt met de band Lef. Wat een geweldige nacht. Lisbeth, waarom een kerstcd? Want er zijn er al zoveel van. Ja, dat vonden wij ook. Ja, ook. En dan dacht je, nou maak ik er nog één. Nee, dat dachten we dus niet. Nee, ja, we hebben vorig jaar, het jaar daarvoor, kerstconcerten gegeven als band. En nou ja, wij schrijven graag nieuwe muziek. Dus we dachten, voor de kerstconcerten is het ook leuk als we wat eigen materiaal hebben naast alles wat er al bestaat. Ja, want dan op die concerten deden jullie dan gewoon de klassiekers, zeg maar. Ook klassiekers. En we hebben natuurlijk wel andere liederen ook van Lef, dus die lieten we daar ook al horen. En we hadden dus wat kerstliederen geschreven. We dachten, dat is ook leuk dan, wat nieuw materiaal. En toen kwam natuurlijk de vraag van mensen, op welke cd staat dit lied? En dat hadden we dus niet. Dus wij dachten, die paar liedjes die we dan geschreven hadden, kunnen we wel uitbrengen als een soort klein EP'tje. Ja. En toen, maar dit is geen EP'tje geworden met 10 nummers, jongens. Dit is weer uit de hand gegaan. Ja, en dan krijg je een EP toch is een klein singeltje, zeg maar. Met 5 liedjes, ja. En toch heb je dan heel veel nummers uiteindelijk. Ja, hadden we dus niet. Maar dan krijg je toch weer inspiratie als je toch bezig bent. En gaat er toch weer van alles door je hoofd. Dus worden er weer meer liedjes geschreven. Ja. Is het toch een hele cd geworden, ja. Hessel, daar ben je dan het hele jaar mee bezig. Zit je dan ook al het hele jaar in een kerstsfeer? Of, zeker. En heb je er nu mee zat van? Deze zomer ook inderdaad. Nee, tijdens die hitte van de zomer? Ja, we hebben wel echt in de snijdende hitte hebben we deze plaat opgenomen. Ja. En inderdaad, je hoort vaak van, is dat niet gek met kerst bezig zijn in de zomer? Maar eigenlijk, zo heb ik het totaal niet ervaren, maar ik heb er niemand zo over gehoord. Ja. Het is gewoon, uiteindelijk is het muziek en het is een thema dat verder geldt dan alleen in december of zo. Ik heb overigens wel echt zin in weer dat kerstgevoel. Dat was voor mij ook wel een reden geweest om dat ik het echt leuk vind om met zo'n kerstplaat echt er wat van te maken. Want ik hou echt van de hele die entourage. Ja, want dat ga je niet, want er komt ook een concerttour bij. Hè? 8 concerten gaan jullie geven. Dat wordt ook met al die gezellige hele entourage met hapjes, drankjes en de hele reuten met teuten. Toeters en bellen. Ja, dat wordt echt gezellig met lekker warme drankjes. Chocomel ook aan. Ja. Jullie hebben 10 nummers hier opstaan. Zit er dan ook een bepaalde opbouw in of zo? Waarom dan die nummers erin? Zit er een verhaal in? Of? Uiteindelijk kies je dan van wat past mooi bij het thema. Ik denk dat we vooral, we wilden, dat zegt de titel denk ik ook een beetje, wat een geweldige nacht. Dus wel echt het feestelijke aspect belichten van kerst. Maar Lef is ook wel een band die graag liedjes schrijft. Die raken ook aan het leven. Hè? Dus ook aan dingen die je ziet gebeuren in de wereld of in je eigen leven. Dus die hebben we er ook op gezet. En daarbij hebben we heel erg gekeken van wat betekent dat verhaal van zo lang geleden. Dat verhaal wat we eigenlijk al zo lang kennen ook allemaal. Hè? Waar je, wat jij mooi zei, daar hoef je niks meer aan toe te voegen. Dat verhaal is gewoon het verhaal. Ja. Maar wat betekent het dan nu voor ons? En dat kan op verschillende manieren. Dat kan feest zijn, maar dat kan ook voor sommige mensen is het ook geen feest. Dus die kant wordt er ook op belicht. Ja. Jullie gaan een nummer zingen, spelen voor ons. Hè? Kerst keert alles om. Hessel, je mag je gitaar alvast erbij pakken, want dat duurt allemaal eventjes. En waar gaat dat lied over? Is dat, want dat keert alles om, zeg je, kerst? Kerst keert alles om, ja. Het is een vrij eenvoudig lied, deze. Maar het begint een beetje... toen hadden ze een bepaalde verwachtingen. Toen Jezus kwam, een grote koning zou er geboren worden. Die in alles zou veranderen. En eigenlijk ging het toen allemaal al anders dan men verwacht had. Dus Maria werd een moeder, hè, een tienermeisje die niet eens getrouwd was. Hè, van wie niemand dat zou verwachten. En eigenlijk was toen eigenlijk alles al anders dan men verwachtte. En wij denken dat dat nog steeds voor nu geldt. Dat kerst nog steeds...
nou ja, alles om kan keren. Ja, geweldig. Ja. Ik ben heel benieuwd. Nou. Toen Jezus op aarde kwam wonen, had hij geen bed in een prachtig paleis. Nee, Bethlehem, jij werd gekozen als aardse start van een hemelse reis. Toen Jezus op aarde kwam wonen, was hij geen zoon uit een machtig gezin. Maria, jij werd uitverkoren als moeder van God, zelf nog een kind. Niets is wat het lijkt in Gods koninkrijk. Verleg je horizon, want kerst keert alles om. Kerst keert alles om. Als Jezus in jou wordt geboren, word jij verlicht door een stralende ster. Je schittert als nooit tevoren. Het licht dat weerkaatst is zichtbaar van ver. Niets is wat het lijkt in Gods koninkrijk. Verleg je horizon, kerst keert alles om. Kerst keert alles om. Als Jezus in jou wordt geboren, verschijnt een engelenkoor om jou heen. Zij zingen voor wie het wil horen, de vrede van God is voor iedereen. Wauw. Mooi. Kerst keert alles om van op het album Wat een geweldige nacht. Jullie zijn nu met z'n tweetjes, hè? Maar normaal zitten jullie met een band van, wat is het, 5, 6 man? Wat is het? 6. Normaal met z'n 6. Mm-hmm. En met kerst breiden we het nog uit met een mooie cello erbij en nog wat andere mensen. Geweldig. Jullie hebben al een concert gegeven, hè? Het release-concert, ja. Of feestje. Feestje, wat was het? Ja, feest was meer het feestje. Meer, hè? Ja. Hoe was dat? Dat is gezellig. Ja, je hebt wat gemist. Ja, je had me uitgenodigd. Ik weet het voor mij. Ja, het was heel leuk. Ja, ja, het was vooral met de mensen die we kennen en die we uitgenodigd hadden. Echt vieren dat we een nieuw album hebben. Dus het was vooral ook heel veel gezellig samen zijn. En lekkere oliebollen. En ja, we houden wel van feestjes. Jullie houden wel van feestjes, ja. Nee, ik begrijp het, ja. Dan lieten we wel natuurlijk onze nieuwe liedjes horen. Maar, ook nog, ja. Ja, we hebben nog even gedaan, tussendoor. Zouden jullie deze cd... Ik vind het erg leuk, voor het liedje ook heel leuk. Vooral dat parallel, als Jezus in jou wordt geboren, wat gebeurt er dan? Daar keert ook alles om. Ja. Wel mooi gevonden, dus ik vond het heel mooi voor jullie. Nou, bedankt. Wat me opviel toen ik het zat te luisteren, is dat er heel veel verhalende liedjes in zitten. Zeg maar. Dat je heel veel, dat is nu ook, dat verhaal wordt verteld door over Maria, zeg maar. Ik vond dat een hele mooie twinkel. Hebben jullie dat bewust gedaan, Hessel? Of, Ja, ik denk dat het een kracht is van Lef om iets te vertellen in ieder geval. Om daar hoop of troost of blijdschap mee te geven. Ja. Die concerttour nog eventjes. 8 concerten. De tickets die zijn te krijgen via jullie website. Ja. Hoe duur? Waar gaan die heen? Hoe duur? Weet ik eigenlijk niet. Waar we heen? Heel goedkoop. Ja. Oh, heel goedkoop, ja. Ja, in ieder geval heel goedkoop. We gaan naar Amersfoort, Zeeland, ergens Friesland. Ja. Friesland. Gouda. We gaan naar Friezenveen, Amersfoort. Nou. Arnhem. Van allerlei plekken. Ja, kijk gewoon op de website. Hessel, Liesbeth, heel erg bedankt en heel veel plezier. En vooral plezier tijdens de kersttour. Nou, dat komt goed. Ja. Wilt u dus tickets kopen, ga dus, en ook van de locatie, ga naar de website www.bandlef.nl. Nogmaals dank voor jullie komst naar de studio. Volgende week dan zit hier in ieder geval Rickert Zuiderveld over zijn oudejaarsconferentie. En weetredacteur Gert-Jan van Heugden nemen we mee met het laatste wetenschappelijke nieuws. Dit was het voor vandaag. Tot morgen. Dag.